De laatste dag van 2021 startte met het bericht dat er in de groenstrook tussen de Melchior Treuplaan en het treinspoor in Leiden een stoffelijk overschot was gevonden. Al snel werd duidelijk dat het om de 14-jarige Esmee Kortekaas uit Hazerswoude Rijndijk ging. Het onderzoek van de politie bleek dat ze door een misdrijf om het leven is gekomen. Veel mensen uit Leiden en omgeving reageerden geschokt en legden bloemen neer bij de vindplaats van het meisje. Ja, dan kan je het voor jezelf ook afronden, want we hebben natuurlijk alles in de buurt hier meegekregen wat er is gebeurd. Ja, dan toch even langs gaan, even kijken. U woont in de buurt? Nou, ik ben hier in de buurt opgegroeid en hier het speelveldje is waar ik vroeger zelf ook altijd speelde. En hier in de bosjes hierachter, ja, het pad waar het gebeurd is, ja, dat is een ideale plek om verstoppertje te spelen. Dus wat we vroeger ook vaak gedaan hebben. Gymsportleidervoorzitter Arthur Haasbroek reageerde verslagen op het nieuws. Ja, zeker ook toch de jonge leeftijd van Esmee, vol in het leven, enthousiast, betrokken. En als ze ook de lessen van de gymsportleider wil volgen, was natuurlijk heel fijn. Maar ja, als ze op deze manier dat ze is komen te overlijden, ja, dat wordt toch geassocieerd met jonge leeftijd die we ook veel mensen binnen de club hebben. Dus dat, wat ik al zei, dat slaat in als een bom. Enkele uren na de vondst van het lichaam hield de politie een 32-jarige man aan. De sportinstructeur, die onder andere les gaf op de gymvereniging waar Esmee lid was, wordt verdacht van moord of doodslag en ontucht. We zijn direct een onderzoek gestart en we hebben met getuigen gesproken. Er waren voldoende aanwijzingen om aan te nemen dat dit wellicht de verdachte is. En daarop hebben we hem aangehouden. In het televisieprogramma Opsporing Verzocht werd aandacht aan het misdrijf besteed. De politie deed een oproep aan getuigen om zich te melden. Er kwamen ruim 100 tips binnen. Eén hiervan leidde tot de vondst van de fiets van Esmee. De dienst Forensische Opsporing van de politie heeft de fiets woensdagavond meegenomen voor verder onderzoek. Ze wil vooral weten wie de fiets bij de flat aan de Van Riebeekhof in Leiden-Noord heeft neergezet en deed opnieuw een oproep aan mogelijke getuigen. Zaterdagmiddag was het afscheid van Esmee Kortekaas. Een indrukwekkende rouwstoet, bestaande uit een witte koets met paarden, reed vanaf de Elsahoeve aan de Vlietweg, waar Esmee graag kwam, door een deel van Leiden. Langs de kant stonden enkele duizenden mensen met bloemen. De stoet eindigde bij begraafplaats Rijnhof, waar de uitvaartdienst in besloten kring plaatsvond.